Astrid, du bist eigentlich ein van de eerste winkels hier aan de renovatie. Wie ervaart zich de renovatie? Het viel mich mit, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou het erger verwacht, maar ze werken heel efficiënt, netjes. Ze ruimen op erna en de, ja, we zijn bereikbaar en dat is het allerbelangrijkste. En we hebben de schunder erop. Ze hebben ik zelfs een eigen brug gebouwd. Ja, we hebben een privébrug gekregen aan deze kant. Nee, super. En moet ik zeggen, dat viel allemaal mee. En ze zijn ook behulpzaam. Ik bedoel, ze staan open voor vragen en mensen deze. Dus het gaat voorspoedig. Voor de deuren voor de renovatie van de Rijkswerk. Ja? Bereikbaarheid van de winkel. Last met of? Ja, bereikbaarheid is natuurlijk. Hè, reëel gezien is het een beetje moeilijk voor de mensen om bij ons te komen. Te voet is geen probleem, met de fiets gaat ook nog wel. Met de auto is natuurlijk een ander verhaal. Maar om nou te zeggen van we zijn positief ingestemd. Het volk wat hier de weg aan het maken zijn allemaal goede jongens. Ze stinken hun best. 10 uur 's avonds zijn ze nog aan het werken. Hè? En de klanten komen gewoon. En de klanten komen gewoon. Ja, een beetje meer fitness, hè? Beetje meer lopen voor de lui, ja. En vervoerders, die moeten toch een beetje hun best doen, jammer. Maar ja, je doet er niks aan. Het moet nou eenmaal en we kunnen willen wat we willen, maar het zal toch weer een. Hè? En het eindresultaat, dat mag er dan dadelijk ook weer zijn, niet? Ja, dat we weer een mooie weg gaan, hoe we voor 30 jaar tegenaan kunnen kijken, is toch ook gewoon goed. Hè? Tegen die tijd ben ik gepensioneerd, dan is het niet bezwaar. Dit met de renovatie. Valt het met? Het valt met. Wat zeggen ze? Werken heel goed mee aan alles. Als ze een vrouw gesteld zijn, zo, ze springen meteen bij. Dus nee, het gaat heel goed. We hebben allemaal een nieuw mapje gekregen? Ja, vanmorgen komen ze die brengen. Dat is een teken van positieve samenwerking met Arnhem. Absoluut. Dat was die van de provincie en van de KWS hebben dat gebruikt. Nou, de eerste week is heel goed bevallen. We hebben leuke reacties gehad. Zeker als we kijken naar de brug. Het was een spectaculair iets hoe die mannen dat met de kraan en die brug hebben geplaatst. Het leek wel een soort meccano, kwam uit een doosje tevoorschijn en langzamerhand groeide daar een fantastische brug uit. Heel stabiel, als je er overheen loopt, is prima. En een prachtig uitzichtpunt. Veel mensen komen hier nou kijken en krijgen ook wel complimenten daarover. Van het bedrijf blijft goed bereikbaar. Vanmorgen hebben ze bijvoorbeeld nog weer even van Provinciale Staten hebben ze een mat gebracht als cadeautje, als kleine geste van we houden het met elkaar schoon. Dus was heel positief. Merken jullie het hier, de renovatie? Of, Nou, we zien het natuurlijk wel en we horen het ook, maar we hebben er op zich geen overlast van. Ons pand is goed bereikbaar voor onszelf en ook voor de klanten en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Het stopt erg, hè? Ja. Nee, maar het is, wat moet. Ja. En de lui weet dat toch wel te vingen. Ja. Dus ze komen nog goed door. Ik moet zeggen dat de bereikbaarheid is me alleszins metgevallen. Dat maakt dat de lui weet gewoon de weg naar de apotheek gewoon te vingen. Dus het heeft eigenlijk geen problemen op dit moment. De patiënten, merken ze toch het aan dat de renovatie bezig is, boeten? Tot nu toe niet zo gek veel. Lui die klagen bieden over hoe ze de auto moeten zitten, maar dat waren van tevoren ook al. Lui die gaat moeilijk erbij zijn en die wat zeggen van ik kan nu lastiger lopen omdat het hier is afgezet. Geen probleem, geeft er dokter naar de patiënt. En voor de rest, kan we gewoon nog maar hier naar binnen, voor de rest gaat het gelukkig goed. Het is gaat geluid en het zal moeten gebeuren, dus voor zijn bereikbaar. En lui die wat niet kunnen komen naar Oosten, geeft er dokter naar de patiënt. De renovatie, hebt u daar overlast van? Tot nu toe niet, nee. En
het moet toch gebeuren. En dan, nou, we zien het wel. Als het klaar is, dan wordt het wel mooi, net als in Vaalt. Ja. Maar ja, we houden de zaak lekker schoon, dus we zien het wel. En de mensen vinden het leuk om hier naar u toe te komen? De mensen zijn heel blij met ons. Dus, ja. En ik vind het ook heel leuk, ja. Op zich gaan voor, geen lasten van. Het is, ja, het is gestubbig, maar de truim is ook allemaal s'avonds weer op. Dus dat is ook. En de lui kunnen overal komen. Mm-hmm. Te voet kunnen ze sowieso overal komen. Maar nu is alleen het laatste stuk van de Rijkswegen afgezet. Dus kan ze links, rechts, Neustraat, de Huwwegen. En ja, het eerste stuk van de Rijkswegen is gewoon vrij. Dus kan de kettering kan die komen. Hebben ze nog wat extra's gedaan voor de auto's om te parkeren? Ja. Ze hebben de bestaande parkeerplaatsje voor de DA. Dat is moet laten lossen worden. En aan de overkant zijn zelfs 3 parkeerplaatsen extra komen. En zijn erop vooruit gegaan. En dan kunnen ze fijn parkeren. Dan kunnen ze heel makkelijk oversteken. Er is geen last van auto's wat zich tegemoet komen. Dus ja, dat betreft is alleen maar positief. Wie ervaart de renovatie van de Rijkswerk? Nou, ik ben er heel positief over. Ze doen er alle mogelijk aan om toch de consumenten naar de winkels te krijgen. En dat lukt ze goed door parkeerstukjes te maken en dat de toch de winkels toegankelijk blijven. Ja. Als die eerste of tweede fase, waar ze nu bezig zijn, achter de rug is en komen hier bedicht voor de deur, verwacht ze dan nog dezelfde medewerking? Ze weet nu goed, denk ik, dat, ze positief, dat het allemaal positief gaat verlopen en dat er genoeg aandacht wordt gegeven dat ze daarvoor bereikbaar blijven. Ja, het is natuurlijk wel even dat de weg toe is, maar we krijgen er wel wat moois voor druk. En ja, daar doen we toch met z'n allen weer. Hè. Dat geldt nog steeds stukje voor stukje gewoon heel mooi weet. Ja. En dat de mensen ook zien van, hey, die hebben daar gewerkt, dit werd een mooie plek. Het is nog mooi om terug te komen. Mm-hmm. Verwacht ze dadelijk meer overlast als ze hier in het stuk voor ding deur beginnen gaan? Ja, dat denk ik wel, maar ik denk dat de vaste klanten dus wel weer te bereiken en daarvoor zoveel mogelijk positieve reclame maken en daarvoor allemaal bereikbaar zijn. We meer Rusland Rijksweg niet meer alle dagelijkse verkeer langs. Daarnaast heb ik ook nog eens meer parkeerhavens ervoor, dus meer mensen kunnen hier voor de deur parkeren. Geweldig toch? Ja. De renovatie van de Rijkswerk. Wie ervaart zich de medewerkers van KWS en anderen? Wie ze hun werk doen? In KWS werken samen in Burg. We beginnen met morgens om 7 uur en we werken dus op de 10 uur Burg om het als een vlot mogelijk van de baan. Parkeren, hebben ze daar nog voordelen van? Ja, want ze hebben ook een plaatsgebruik van de Rijkswijk. Ja, zo moet je zien, we proberen dat het tegen ons uit wordt. En we hebben heel veel ruimte voor extra parkeren. Dus je ziet dat van de kant van makkelijk van partijen afkomen, kunnen we gemakkelijk van de overheid. Dat is onder de doek. Aan het begin van dit jaar hield Marion Lambrechts in de Prinsenzaal van Kasteel Witten audities voor een jongerenkoor. Na vele repetities werd het koor vandaag aan de pers en genodigden gepresenteerd. Kijkt u met ons mee hoe de jonge zangtalenten zich ontwikkeld hebben. Ik ben als vocal coach in functie bij het koor en repetitor. Dus ik neem deels repetities voor mijn rekening, maar met name, dat is mijn hoofdrol, om de kinderen zangtechnisch te scholen. Ja. Dus ik studeer met de solisten aan hun partij, ik doe partijrepetitietjes, dat soort dingen. Dus ik ben ook gewoon iedere week bij de repetitie erbij. En tevens vervul ik de rol als coach dan om de persoonlijke ontwikkelingsplannen voor de kinderen in het ontwikkelingstraject te maken en hun vorderingen in de gaten te houden.
Mijn taak binnen het koor is pas heel laat gekomen, want het allerbelangrijkste was dat de kinderen heel goed geschoold worden met hun stem. Ze moesten heel veel moeilijke liederen zingen, vierstemmig, en daar moest dus heel veel tijd aan besteed worden. En uiteindelijk is dan ook, ondertussen kon ik heel veel kijken en wat ideeën krijgen. En wat heel belangrijk was bij zo'n presentatie is van meer wordt minder. Of less is more. En dus gezocht naar kleine dingen, kleine effecten, om dan toch een verandering, om dan toch een presentatie van te maken. Ik ben de dirigent en de muzikale leider en ik studeer de liedjes in die de kinderen zingen. Heb je een speciale bijdrage aan kunnen leveren? Een speciale? Dat durf ik zelf niet te zeggen. Ik zou zeggen. Laat Vraag ik dat aan Marion. Mee over, maar dat is geweldig. Wat Max doet achter de piano en bij het instuderen van de kinderen is fantastisch. Hij kan ze enorm enthousiasmeren en dat is gewoon belangrijk, hè, bij jongeren. Het is ook geen kinderkoor, hè, het is een jongerenkoor. Want die van 13, 14 zijn dan al beledigd, hè, als je hun kinderen noemt. Hè. Ja. Maar het is geweldig wat we in die korte tijd hebben gepresteerd. En ja, u zult het dadelijk zelf zien. Het is gewoon spannend, leuk. En afgelopen maanden voor de ouders, het was tot tranen geroerd. Gewoon heel erg fijn. En dat is de intentie van Max. En ook van mij natuurlijk. Ja. En van Maria, onze regisseur. En van Renate, de zangcoach. Ja. Alle kindjes die hier aan meedoen, jongeren. Zijn talenten en sterretjes. En als hun dat gevoel geeft, dan weren ze dan. En ik kan de sterretjes in bedwang houden, hè? Dat is ook heel belangrijk. Ja. 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 En wanneer kunnen ze zich uitleven dan? Tijdens de pauze, ervoor, daarna, maar tijdens repetitie wordt dat gerepeteerd. Dus de discipline wordt hard. Dan ben je heel streng. Nee, niet heel streng, consequent. Ja. Ja. Is belangrijk, hè? Als je iets wilt bereiken, moet je toch regels hebben. Hè? En dat is ook iets wat we hoog in ons vaandel dragen. Respect voor elkaar. Hè? In de muziek, in de cultuur is dat echt belangrijke regel. Ook hoe je met elkaar omgaat. En als je iets wilt bereiken, moet je presteren, moet je werken. Mm-hmm. Dat willen de kinderen zelf ook graag. Hè? Je merkt dat. Ze voelen zich veel happier als ze een bepaalde discipline krijgen. Dan wanneer ze losgelaten worden en wat mogen doen. Ik heb hier bij de audities mogen filmen. Toen een keer erbij mogen zijn. Als jullie het vergelijken met wat jullie toen bij de audities gehoord hebben van de zangers en zangeresjes, wat is er van geworden? Ja, heel erg blij ben ik daar natuurlijk om. Omdat we zien ook dat we de keuzes die we gemaakt hebben en die jonge talenten die we doorgelaten hebben in de auditie, dat we daarin correct zijn geweest en gelijk gehad hebben. Er is inderdaad in die paar maanden zijn er al echte geweldige zangertjes uitgegroeid. En ja, we staan pas aan het begin natuurlijk. Hè. Maar wij vinden het ook belangrijk om iedereen, dus ook de pers, bij het begin zijn jullie erbij, ook op de hoogte te houden wat we doen en hoe we verder gaan. Hè. Dat is spannend. Hè. Ja. Eigenlijk hebben we een half jaar tijd van een heleboel ruwe diamantjes, hebben we allemaal schitterende edelsteentjes gemaakt. Ja.